Zondagmiddag, het is 2:30 hier in Kuusegat. En kijk eens, de hele straat hier is leeg. Eigenlijk hadden hier duizenden mensen gestaan om naar die optocht te gaan kijken. Maar helaas, de regen die gooit roet in het eten. Maar er is een alternatief programma en dat is daar in de tent. Daar gaan we nou maar even naartoe. Marco, hoe moeilijk is het om zo'n besluit te nemen? Het is gewoon vreselijk. Er zijn zoveel mensen en zoveel creatieve mensen bezig om een mooie optocht te maken. En dan moeten wij met het bestuur samen met de optochtcommissie beslissen dat ze niet mee mogen doen. Nou, dan moet je een alternatief verzinnen. Nou, de alternatief zijn we gisteren pas mee begonnen omdat we al bang waren dat het toch niet ging lukken. Dus we zijn gisteravond samen met de horeca hier op de markt zijn we begonnen om te kijken van hoe gaan we die vanmiddag invullen. Nou, dat is ons goed gelukt. We hebben nu blaaskapellen en een disjockey staan. Straks komt Borelli en het feestteam nog. Dus het wordt hier wel één groot feest. En ja, je ziet het is 2 uur en de tent zit al bijna vol. Maar dan hebben die andere organisaties in Schorsbos en in Sint-Oederode Papgat, die hebben de optocht verzet. Doen jullie dat ook? Ja, ik heb begrepen dat Schorsbos naar 15 maart gaat. Papgat weet ik niet zeker wanneer dat die gaan. Wij gaan naar 22 maart, dus wij gaan een half vast bal doen. Optocht doen. En we hebben nu al rondgelopen bij de mensen die Promilikantjes, TC, of ze mee willen doen. Die hebben eigenlijk al 1/2 toegezegd. Dus wij verwachten dat het dan doorgaat. Ja, daar gaan we hier maar iets van maken, hè. Toch? Vind je jammer? Ja, ik vind het wel jammer. Mensen hebben goed hun best gedaan in de hele periode. En dan valt alles echt in het water. Heb je anders vanmiddag gestaan? Ja, bij de Gouden Leeuw voor de optocht. Of hier, na de afsluiting. Ja, dat dus is doodzonde natuurlijk, hè. Ja, het is kei jammer van het weer. Ja. Maar goed, dit is een goed alternatief. Ja. We hebben een goede oplossing, veel muziek, veel optredens, helemaal geweldig. Dus wat jou betreft, gaan we gewoon niet zo werk. Nee, ja, jammer voor alle mensen die aan die carnavalswagens hebben gebouwd. Maar dit is ook gezellig. Ja. Tocht afgelast, wat vind je ervan? Jammer, ik vind het echt heel jammer. Maar ja, niks aan te doen. Zo is beter dan, toch maar. En zo is het ook gezellig? Dus, het is druk gezellig, ja. Vind ik wel. Kan niet beter. Kan niet beter. Ja, ik kan wel beter. Als de optocht doorgaat. We zijn bij de concurrentie, de collega's zit daar. Maar ze hebben hier ook bier, dus dat is ook goed. We zullen de groeten van hier aan van Tini doen, dan komt dat goed. Maar het is wel jammer natuurlijk, want met de stappers doen jullie ook altijd mee. Ja, elk jaar. Dus dit jaar alles klaar en we konden vertrekken. We hebben vanmorgen geluncht in de café daar. En dan is het omkleden en dan is het aanlopen, maar ja, het was er niet bij nou. Hè. En nou gaan jullie de Kuusegaters even moreel ondersteunen. Ja. Nou gaan wij naar de kussen toe. Vanavond komen de kussen en de reigers. We kunnen een beetje combineren en dan gaan we er iets van maken. Ik zou zeggen, doe dat. Gaan we doen. En ziet hem goed te raken. Dankjewel.